Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop, It's Ultrex, de enige rechte. Zo, het wordt ineens licht. Nou, we zijn weer begonnen hoor. Het is weer begonnen. Feyenoord tegen... Treasure Hupplepup. Ik weet niet hoe die club heet. Maar in ieder geval de Europa Club, Europa League... wedstrijd van Feyenoord. Nou, jullie weten het. De eerste wedstrijd is met 4-0 verloren. En de wedstrijd is inmiddels 55, 56, 57 seconden bezig. En Feyenoord moet dus 4 keer scoren. Om door te gaan naar de volgende ronde. Nou, jullie weten. Ik heb de afgelopen 2 weken heb ik in de rotherrie gezeten van mijn bovenbuurman. Nou, waren ze eindelijk weg. En wat schept mijn verbazing, na een dag of 3 zo ongeveer, zijn ze weer teruggekomen. Dus ik zit nog steeds in de herrie, ik ga er toch weer actie ondernemen. Want het is gewoon niet normaal dat we hun gewoon geen rekening kunnen houden met een ander. Ja, het stopt niet vanzelf. Het stopt niet vanzelf, dus ik moet toch wel actie ondernemen. Nou, we gaan een kans krijgen, jongen. We gaan een kans krijgen. En de kans is weer verprutst. Nou, in ieder geval, ja, heel spannend. Gaat Feyenoord meer dan 4 keer scoren? En oeh, dat was al bijna de 1-0 van Robin van Persie. Nou, ik ben echt reuze benieuwd wat het gaat worden vandaag. Ze moeten in ieder geval 4 keer scoren. Meer dan 4 keer scoren. Eerste wedstrijd ging natuurlijk met 4-0 verloren. Tracy Den of zo heette die club. Ik weet het ook niet precies. Maar in ieder geval, Feyenoord moet 4 keer scoren om nog een kans te maken op een verlenging. Moeilijke opgave. Maar we gaan wel zien wat het wordt allemaal, jongens. Ik ga hem even neerleggen. En als er een doelpunt is of zo, of er gebeurt wat, dan hou ik jullie weer op de hoogte. Tot zo. Nou. We zijn inmiddels een kwartier verder en Feyenoord kwam op 1-0 door Erik Botteguin. En ik wou net op Twitter gaan zetten van joepie, het is 1-0 voor Feyenoord. En toen viel de 1-1 alweer. Dus nu moet Feyenoord 6 keer scoren. En lijkt het nog veel verder weg. Kijk het nog heel even aan. Maar met deze 1-1 scoren is het echt helemaal over en uit. Want Tracy Den die heeft dus een uitdoelpunt gemaakt en die telt dubbel. Dus Feyenoord is nog verder van huis dan dat het al was. Het schiet gewoon niet op. Het is helemaal niks meer. Feyenoord moet nu 5 keer scoren. En ja, ik zag het al somber in. En na die 1-0 dacht ik echt van nou wauw. Eindelijk gaat het wat worden. Maar ja, gelijk... Voor mij stond Botteguin nog te juichen bij de 1-0. Toen lag de 1-1 alweer in het mandje. Dus 16 minuten gespeeld en het staat 1-1. Zo, nou het is inmiddels rust is het en het is 1-1. Hoop kansen gehad. Zelfs een van Torenstra, hoe kan je die missen? Maar het is 1-1 is het in ieder geval. En ja, we wachten op de tweede helft. Tot de tweede helft weer gaat beginnen. En ja, het zit er gewoon niet meer in. Ze moeten nog 5 keer scoren. En dat in 45 minuten. Nou, dat zie ik niet meer gebeuren in ieder geval. Maar we wachten maar af wat het gaat worden. Zo, nou de wedstrijd is afgelopen. Het is 1-1 gebleven. En Feyenoord is dus uitgeschakeld. Echt duizenden kansen gehad. Hoe kan je ze missen? En ja. Maar 1 doelpunt gecreëerd. En dan ook nog eens een keertje de 1-0. Waarbij na ongeveer 30 seconden daarna gelijkmaker alweer viel. Dus dat het was er eigenlijk wel echt over en uit.
Daarna nog duizenden kansen gecreëerd, maar ze gingen er niet in. En ja, dan nog het ongelofelijke van Giovanni van Bronckhorst. Dat hij dan nog zegt na afloop van, ik kan de spelers niks verwijten. En ze hebben het goed gedaan. Nou, ik ben het er niet echt mee eens. Maar ik ben ook geen fan van Giovanni van Bronckhorst. Het is echt een eerste klas prutser is het. En ik hoop ook dat hij snel vertrekt. Want Giovanni van Bronckhorst is geen goede trainer in ieder geval. Ook die wissels weer. Een verdediger voor een verdediger. Een aanvaller voor een aanvaller. Het is echt... ja, het is gewoon echt weer schandalig. Gewoon pet is het. En als je dan ja, over 2 keer 90 minuten, dus 180 minuten, niet van een tweede divisie clubje of een eerste divisie clubje uit de Oekraïne, dat je daar niet van kan winnen, dan moet je je eigen toch kapot schamen. En ik, ja, ik schaam me ook echt heel erg diep voor dit Feyenoord. Zondag ga ik heen. Nou, zondag moeten ze tegen Excelsior. De eerste thuiscompetitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Ik hou mijn hart vast. En ja, ik heb er geen goed gevoel over. Over ja, hoe deze mannen in het veld staan. En hoe ze dingen aanpakken. En hoe ze het doen. Robin van Persie, je hebt ook weer 300 kansen gemist. En ja, die probeert dat ook nog wel wat goed te praten en een beetje mee te lullen. Maar nee, het is niet best allemaal. Het is allemaal pet. In ieder geval is het nu al over 12. Oh, het is al bijna 12:30 hol. Dus ik ga deze video niet meer editen vandaag. Ik ga hem wel afsluiten nu. En dan ga ik hem morgen editen. En dan komt hij weer in de bekende wachtstand komt hij te staan. Zodat de datum... tot de datum dat die wordt vrijgegeven. En dan kunnen jullie hem bekijken. Dat is inmiddels dus al gebeurd. Nou, in ieder geval wou ik zeggen, jongens. Ik, ja, hierboven is het... oh ja, nog even één ding. Hierboven is het weer even wat rustiger. Ik hoor nog wel een paar bonkies, maar... het is weer even stil. Maar ja... ik ga toch actie ondernemen. Want meneer die denkt gewoon even ruim 2 weken... rotherrie te kunnen maken en geen rekening houden met mensen die andere dag moeten werken. Dus ja, meneer die denkt dat hij ontastbaar is en dat hij geen rekening met een ander hoeft te houden. Terwijl hij toch een buurman beneden hem hebt, dat ben ik dan. En ja, meneer denkt dat hij onschendbaar is en maar kan doen en laten wat hij wil. Zonder rekening te houden met anderen. Dus ik ga er wel actie voor ondernemen. Het is nu even stil. Ik hoop dat het zo blijft. Want ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben het zat. Ik moet morgen nog 1 dag werken. En dan zaterdag naar de Efteling toe. Dus ik ga hem lekker afsluiten. Nou jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video livestream is, moet je even aanvinken. Vergeet hem niet te liken, abonneren en ja, even de notificatie aan te zetten. Ik ga er vandoor jongens, allemaal de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal gauw weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ja, tot de volgende vlog. Bye.